allemaal, ik ben Ginny en we gaan vandaag aan de slag met de musical De Geheime Gympies. En ik ga jullie de choreografie leren op een nummer De Geheime Gympies. En we beginnen als volgt. Handen zijn over elkaar heen en je mag de richting van je bovenlichaam zelf bepalen. Dus als je naar rechts wil of naar links wil, alles is oké. Dan staan we 4 tellen stil en na 4 tellen gaat je rechterbeen over je linkerbeen en draai je een rondje totdat je aan de voorkant weer uitkomt. Vervolgens stappen we op rechts en gaan we 4 keer klappen. We klappen hoog, rechts, hoog, links, hoog, rechts en hoog, links. Daarna doen we hetzelfde, alleen laag. Gaan we rechts en links en rechts en links. Dan doen we nog 1 keertje de hoge versie. Van rechts naar links en rechts en links. Daarna gaan de handen naar de bovenbenen. Gaan we rond via de rechterkant. Stop hem als je in het midden bent. En je gaat weer terug via de linkerkant. Linksom en eindig hem helemaal hoog in het midden. Dan gaan we door naar het couplet. En dat gaat als volgt. We stappen als eerst met rechts naar voor. We doen voor met rechts, voor met links, terug naar achter. Terug naar achter nog een keer. Rechts naar voor, links naar voor, rechts naar achter, links naar achter. De handen doen iets anders. Die gaan namelijk omhoog, omhoog, naar voren, opnieuw omhoog, omhoog en nu achter je rug en achter je rug. Laten we dat tegelijkertijd even laten zien. 5, 6, 7, 8. We hebben 1, 2, 3, 4 en 5, 6, 7, 8. Hartstikke goed jongens. We stappen daarna uit met rechts en je rechterschouder gaat 4 keer omhoog. We doen 1, 2, 3, 4 en op tel 5 maak je een strakke beweging naar links. We doen 5 en kijk daarbij ook mee naar links. Daarna ga je in 4 stappen naar achter. We doen rechts, links, rechts, links. Het enige wat je daarna nog doet is dit stuk herhalen. Dat doen we dus 2 keer achter elkaar. Zal het proberen met muziek? Ja. Ja hè? Komt ie, vanaf het begin. Jongens, dit was alweer deel 1 van De Geheime Gympies. En we gaan gelijk lekker door naar het refrein. Het refrein bestaat uit 4 verschillende onderdelen. 3 daarvan noem ik De Geheime Gympies en 1 deel is het bounce gedeelte. En we beginnen met De Geheime Gympies en dat doen we als volgt. Eerst gaat je rechterbeen omhoog en je tikt je sneaker aan. 1, hetzelfde met links. 2, nu gaat je rechterbeen omhoog. Tik je bovenbeen aan op 3 en wissel met links. 4. Heel goed. Daarna komt de beweging en die heet de kickball change. Hij is best een beetje lastig, maar als je vaak genoeg oefent, moet het volgens mij helemaal goed komen. We kicken als eerst met rechts. We doen een kick naar voren, zet hem terug op de grond en breng je linkerbeen uit. Daarna doe je hetzelfde met links. Kick hem naar voren, zet hem terug en breng rechts uit. Telkens wanneer je een kick doet, gaan de handen op deze manier omhoog. Zal ik het even laten zien? Komt-ie. 5, 6, 7, 8 en kickball change. Kickball change. Hartstikke goed jongens. Daarna gaan we even lekker swingen met z'n allen. En dat doen we op de volgende manier. De hakken gaan 2 keer naar rechts. Ze doen rechts en rechts. En daarna naar links. Links en links. En je handen mogen lekker meeswingen. Zullen we dat ook even laten zien aan ze? Ja. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. En swing, swing, swing. Swing, swing, swing. Hartstikke goed. De eerste keer wanneer we het geheime gympies deel doen, hebben we dit als einde. We pakken onze voetpeet en vanaf daar laat je hem los en komen je handen omhoog. En dat gebeurt op de tekst allemaal. Dus op de beest die je hoort pak je een beet en op de tekst allemaal laat je hem los. Allemaal. Heel goed. Dan doen we daarna deel 2 van de geheime gympies. En die begint weer hetzelfde. We doen rechts, links, rechts, links en een kickball change. Kickball change. Komt hij weer swing naar rechts. En swing naar links. En dit keer hebben we een iets ander einde. En dat gaat als volgt. We kicken eerst rechts naar voren. Daarna links naar voren. Laat die sneakers lekker zien. Rechts naar voren. En links naar voren. Hartstikke goed. Dan gaan we door naar het bounce gedeelte. We kwamen vanuit links voor. Dan zet je beide benen weer naast elkaar neer. En je handen gaan naar je bovenbenen. En je bounce 2 keer naar beneden. We doen
1, 2. Vervolgens gaat je rechterbeen naar achter. Komen je handen naar je mond. En bounce je ook weer 2 keer door je knieën. Bounce, bounce. Kom je terug naar de beweging in het midden. Bounce, bounce. Zet nu je linkerbeen naar achter. Handen gaan naar je hoofd. En hier maak je ook 2 keer een bounce naar beneden. Bounce, bounce. Hartstikke goed. Vanaf hier gaat je rechterhand eerst omhoog wijzen. En daarna naar beneden. Doe je hetzelfde met links. En breng daarbij je linkerbeen naar de voorkant. Op en laag. Vanaf daar stap je uit met rechts. Maak hem lekker strak. En daarna hebben we 3 bewegingen. En die gaan lekker snel achter elkaar. Begin het naar rechts. We doen rechts, links en rechts. Alleen dan ietsje sneller. Maar dat gaan we zo meteen laten zien met muziek. Vanaf dit punt komt nog 1 keer het geheime gympies deel. En dat gaat weer hetzelfde als bij de vorige keren. We beginnen weer met rechts en links en rechts. En links komt die kickball change. Kickball change en swing. Heel goed. En swing. En dit keer heeft het ook weer een net iets ander einde. De handen gaan namelijk omhoog, zodat ze lekker open zijn. En haal ze strak met vuisten naar beneden. Zullen we het met muziek gaan proberen? Ja. Komt-ie. Goed jongens, dit was alweer het refrein van de geheime gympies. En we gaan lekker door met het volgende deel. En dat is een herhalingsstukje. We doen opnieuw het couplet en opnieuw het refrein. En er zit er nog een heel klein stukje bij. Wat we doen is het volgende. Handen waren opgeëindigd en in plaats van ze naar beneden te brengen, gaan ze nu over elkaar en iedereen leunt naar rechts. En vandaag gaat Shane een stukje solo doen. Hij doet een paar mooie stappen naar voren en pakt de tekst. Allemaal, maximaal. En wat was het dan ook alweer, jongens? De hele zaal. De hele zaal, precies. En zodra hij klaar is met zijn tekst, komt iedereen, inclusief Shane, in 4 stappen goed naar achter. We doen rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Hartstikke goed. Daarna doen we nog 1 keer het refreintje. En dan komen we alweer bij de eindpauze uit. We gaan hem even uitleggen. We hebben als laatste weer gedaan, handen omhoog. Nu komen ze over elkaar heen en hier mag je ook weer je eigen richting kiezen. Zoals je bepaalt of je naar links wil, of naar rechts wil, of naar het midden. Alles is oké. Zullen we met muziek gaan proberen? Ja. Komt-ie jongens. Kijk eens, kijk eens, kijk.